Gerben de Knecht werd afgelopen weekend 11e in de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Hij was daarmee de beste Nederlander. Maar de Brabantse talenten kunnen dat tempo nog niet aan. Er is een gapend gat. Als je dan bijvoorbeeld zondag kijkt, finish ik binnen de minuut van de winnaar. En als je dan naar de volgende Nederlander kijkt, is dat 2:45 uit mijn hoofd. Dus dat is 1 minuut 45 vanaf mij. Is dat zorgwekkend? Nou ja, zorgwekkend. Ja, 15 seconden per ronde, maar zeg maar waar je ze goed moet maken. Hè. Met zijn 35 jaar is Gerben de Knecht een veteraan in het veldrijden. En daarna komt er de hele tijd niets. Dat is echt een generatie kloof, ja. Gebrek aan talent in die tussenliggende lichting. En de jongens die hebben gekozen voor een andere discipline misschien. Of voor het mountainbike of voor de weg. Zoals ook het Brabantse toptalent Lars Boom uit Vlijmen voornamelijk voor het wegwielrennen koos. Ja, het echt grote geld ligt natuurlijk op de weg. Maar goed, als je het graag doet, kun je als crosser ook gewoon een goede boterham verdienen. Ik denk dat je dat niet moet vergeten. Gelukkig lijkt er ook Brabantse jeugd te zijn die het wel snapt. En de jongste generatie is goed. Erg goed. Bouwjaren 91, 92 zijn heel goed. En daar hebben we 8-9 toppers. Uit twee bouwjaren die gewoon heel erg goed zijn. En dat hebben ze in België ook nog nooit gehad. En dat hebben we nu in Nederland voor het eerst. En daar moeten we gewoon een paar jaar geduld mee hebben. Ja, wanneer gaan deze talenten doorbreken? Dat duurt nog een jaar of 5-6 hoor, voordat ze echt bij de elite door kunnen gaan breken. Maar dat geduld moeten we wel hebben. Nu maar hopen dat de jonkies bij het veldrijden blijven. En weer en wind kunnen doorstaan. Het is echt een veldrijden weer vandaag, hè? Ja, dit is mooi, hè? Jij staat lekker met die paraplu. Ik heb niet te klagen. Nee, maar ik ook niet. Had je maar een vak moeten leren. Ja, dat zegt mijn moeder ook altijd. Dus jonge veldrijders, niet naar je moeder luisteren.